Het is vandaag donderdag 26 juli. Dit is Flevoland. Nog nooit zo heet geweest in de provincie. Grote reorganisatie op komst bij MC-ziekenhuizen. En 70 hectare nieuwe natuur. Goedenavond. Het is nog nooit zo heet geweest in Flevoland als vandaag. Bij het meetstation in Marknesse werd het maar liefst 35,6 graden. Het officiële meetstation in Flevoland staat in Lelystad. En daar werd het niet zo warm. Nog steeds heel warm natuurlijk. Hoe warm, dat ga ik nu vragen aan onze weerman Robert de Vries. Die staat daar bij het vliegveld in Lelystad, vlakbij dat officiële meetstation. Is het een heel groot verschil, Robert, tussen Marknesse en Lelystad? Nee, Marco, dat verschil is al behoorlijk ingelopen in de loop van de middag. Ook hier op het vliegveld van Lelystad, waar het gewoon ronduit zinderend heet is, is de temperatuur ook in de 35 graden gekomen. Dus zowel voor vliegveld Lelystad als het weerstation in Marknesse is het allebei een record. En we hebben nog nooit 35 graden gehad in Flevoland, zolang deze provincie bestaat. Dus dat is zeker wel uniek te noemen. Ja, zeg maar gerust ongekend al die hitte. Hoe komt dat eigenlijk? Weet je dat? Ja, we hebben toch te maken met een behoorlijke blokkade. Het is niet alleen in Flevoland heel erg warm. In heel Europa zie je die hoge temperaturen terugkomen. Maar we hebben ook te maken met lange tijd heel erg droog weer. We zagen al sinds april heel erg hoge temperaturen. Bijna zelfs 30 graden. Ja, en doordat die lucht nu zo droog is, kan die atmosfeer heel erg opwarmen. In combinatie met die warme lucht. Ja, dan kun je echt gigantische records breken. Zoals we vandaag eigenlijk ook hebben gezien. Ja, nou is er in Nederland dus vandaag is officieel bekendgemaakt een officiële hittegolf. Dat geldt nog niet voor Flevoland. Hoe kan dat? Want het is echt bloedheet als je naar buiten gaat. Ja, we hadden gisteren in Flevoland toch even veel bewolking. Restanten van een bui vanuit het zuidwesten. Dat hield de temperatuur in Lelystad even tegen. We kwamen op slechts, het is natuurlijk nog warm, 29 graden uit. En voor een hittegolf heb je 3 tropische dagen sowieso nodig. En we hebben er met vandaag 2. Dus we moeten er morgen nog eentje gaan halen. Maar dat lijkt er wel in te zitten. Ja, zometeen na de uitzending heb je natuurlijk gewoon je weerbericht. Alvast een tipje van de sluier, Robert. Nou, morgen komt weer een aanval op het huidige record. Het wordt weer zinderend heet. Misschien weer 35 graden. Ik kan me voorstellen dat je die hitte zat bent. Nou, misschien komt de verkoeling aan, maar zometeen dus meer. Robert de Vries vanuit Lelystad, dank je wel. Ja, en als het dan zo heet is, dan wil je natuurlijk graag wat verkoeling opzoeken. Een buitenbad bijvoorbeeld in Zwifterband, zwembad de Abelen. Gisteren waren die zwembaden leeggelopen. Inmiddels zijn ze gelukkig weer gevuld. En vanaf 1 uur vanmiddag kan er ook weer gezongen worden. Bij de Abelen in Zwifterband staat onze verslaggever Arend Dubbelboer. Ja, Arend, gisteren dus waren die baden leeg. Is er al bekend hoe dat heeft kunnen gebeuren eigenlijk, dat die zwembaden zijn leeggelopen? Ja, het was een technische storing, zeiden ze hier. Er is ergens iets in de avond verkeerd gegaan, waardoor al het water zomaar de afvoer is ingestroomd. Dus het is hier niet een lekbad. Het is niet dat het hier ergens gewoon modderboel is geworden. Het is gewoon weggestroomd. En dat betekent dat ze nu al met mannenmacht hebben geprobeerd om dit hele bad, je ziet het hier achter, het is 15 bij 25 meter groot, om dat weer helemaal gevuld te hebben. Nou, daar waren alle bezoekers vandaag erg blij mee dat dat gelukt is. Nog voordat het zwembad openging, stond er al een lange rij voor het hek. Eén dag konden ze niet in en met deze hoge temperaturen was dat erg jammer. Lekker afgekoeld? Heerlijk, ja, echt lekker. Ja, echt, was er aan toe? Ik hield het niet meer thuis. Het was gewoon niet te houden en niet lekker meer. En ik zeg tegen die meiden, we gaan lekker naar het zwembad toe. En gisteren was hij natuurlijk gesloten en nu weer lekker schoon water en de enige manier om te verkoelen. Wat is nou het leukste om te doen hier in het zwembad? Ja, gewoon op deze mat te zitten. Gewoon iedereen afpakken. Heb je het gisteren gemist? Ja, wel heel erg. Wat moet je dan doen? Ja, dat weet je eigenlijk niet. En gisteren was hij dicht. Wat moet je dan doen? Naar het strand gaan. Of met waterbronnen. Dat heb je wel vermaakt. Ja. We zijn hartstikke blij dat we open zijn. Als je ziet, zijn we niet de enigen die daar blij mee zijn. En het is, gelukkig is het allemaal zo snel weer goed gekomen, met dank aan de brandweer. Had je gedacht dat het zo snel weer vol kon zijn? Nou, gisterochtend was ik nog niet helemaal overtuigd. Nou, uiteindelijk met Vitens en de brandweer, na wat heen en weer gebel en geregel, is het uiteindelijk, toen die pomp er eenmaal in lag en ik zag er veel water eruit kwam, had ik wel zoiets van, dat kan wel eens lukken voor morgenmiddag.
Nou, gelukkig. Het is allemaal goed gekomen. Vanmiddag om 1 uur is dat zwembad, zoals gezegd, dus weer open gegaan. Er kan weer gezongen worden in Zwifterband. Het lijkt me trouwens wel een hele klus, hè, om zo snel die baden te vullen weer. Nou, dat is het natuurlijk ook. Hè. Je legt hier niet zomaar even een tuinslangetje in en hoop maar dat het goed komt. Ze hebben dus met zoveel mogelijk proberen te bellen van kunnen we wat regelen. Vitens is gebeld, het waterbedrijf, de brandweer kan erbij. Nou, dus daarmee is het uiteindelijk dus allemaal goed gekomen. Nou, daar waren ze hierbij, daar ben je erg blij mee. Dus daarom hebben ze vanmiddag ook nog de brandweer in het zonnetje gezet. Hartstikke bedankt in ieder geval. Super, graag gedaan. Houtskool. En een barbecue. Nou, die gaat vanavond wel gebruikt worden. Dat komt wel goed. Maar we hadden toevallig nog wat water over, dus nou, was mooi. Was het een monsterklus om het hele bad weer vol te krijgen? Nee, dat viel wel mee. We hebben het met één slang kunnen redden. En die heeft vannacht gewoon goed zijn werk kunnen doen. Dat was zo gedaan eigenlijk. En jullie hebben wel voor gezorgd dat al deze kinderen om jullie heen toch wel weer een mooie dag hebben gehad vandaag. Ja, tuurlijk, maar daar doe je het toch voor. Dat, dat het dorpen daardoor weer lekker kan zwemmen. Arend, er zit natuurlijk lekker vers water natuurlijk in. Ik kan me wel voorstellen dat het ijs en ijskoud is, hè? Nou ja, dan kun je het alleen even voelen hoe het hier is. Nou, het voelt dus eigenlijk best wel warm aan. En ik heb mij laten vertellen dat het toen het bad hier alweer open ging om 1 uur, dat toen alweer 25 graden was. Dus koud, nee, dat valt allemaal best wel mee. Zo snel kan het dus gaan. Nou, ik zou zeggen, neem gewoon lekker een duik. Arend Dubbelboer vanuit Zwifterband, dankjewel. Deze week besteden we aandacht aan onze jachthavens. En voor sommigen is het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Dus ik denk dat het, als de handel een beetje aan zou gaan trekken, dat je een beetje snelheid in de verkoop gaat krijgen, dat het leven financieel dan wat makkelijker gaat worden. Maar eerst een overzicht van ander nieuws van vandaag uit Flevoland natuurlijk. Een 19-jarige man is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Haagbeukweg in Almere. Het incident vond rond 2 uur plaats. Het slachtoffer werd bloedend op straat gevonden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. In verband met de steekpartij is een 19-jarige man aangehouden. De politie weet niet wat de aanleiding is geweest. De recherche heeft dit incident in onderzoek. Door een breuk in een waterleiding vlakbij de middelbare school De Arkes in Lelystad is een straat blank komen te staan. Een woordvoerder van de school denkt dat de leiding is gesprongen omdat er door een aannemer is gewerkt aan het hekwerk rondom het terrein. Dit in verband met de aanleg van de toekomstige woonwijk Parkwijk. Het water is de school niet binnengekomen. De stichting Cynthia en Annemieke spant een kort geding aan over het beleid in de Oostvaardersplassen. De stichting zegt het vertrouwen verloren te hebben als het gaat om de grote grazers in het gebied. De stichting wil zekerheid hebben dat er in de zomer geen gezonde dieren worden afgeschoten om het aantal grazers terug te brengen. Die zekerheid zou er niet zijn. De kans dat er geschoten wordt is overigens erg klein. Provinciale staten hebben namelijk een motie aangenomen om niets te doen zolang er een onderzoek loopt naar de opties. En dan is er nieuws over de MC IJsselmeer ziekenhuizen. Met ziekenhuizen natuurlijk in Flevoland, maar ook in Amsterdam. Die willen namelijk hun financiële situatie verbeteren. En ook gedwongen ontslagen. Ja, dat valt niet uit te sluiten. Ik ga erover praten met Richard Schuurman. Klinkt als toch wel wat flinke problemen daar bij die ziekenhuizen, Richard. Ja, inderdaad. Want herinner even dat je ongeveer een maand geleden het nieuws had dat MC in 2016 een behoorlijk verlies had geleden. 3,7 miljoen. Kranten berichten toen dat de ziekenhuizen in zwaar weer zaten. Dat werd toen tegengesproken door Willem de Boer, de financiële man binnen de Raad van Bestuur. Maar vandaag komt er dan toch een persbericht naar buiten, terwijl de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur en de aandeelhouders al op vakantie zijn. Maar dat ze toch een aantal maatregelen gaan nemen om de financiële situatie versneld weer te herstellen. En dat duidt toch wel op dat er een probleempje moet worden rechtgezet. Ja. Dus dat is vandaag aangekondigd. Je zegt een aantal maatregelen, zoals? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk, want er is een transitieteam samengesteld binnen het ziekenhuis. En een team van alles en iedereen die daarbij betrokken is, gaat nu het hele ziekenhuis doorlichten om te kijken waar kan men op kosten besparen, waar kan men efficiëntie verbeteren, waar kan men meer samenwerken. En dat geldt zowel voor de MC-ziekenhuizen in Flevoland, dus Lelystad, Emmeloord, Dronten, maar ook het MC Slotervaart, wat ook problemen heeft. Nou, in september worden daarvan de eerste resultaten verwacht. En dan weten we ook meer wat er eigenlijk precies aan de hand is. Maar het financiële resultaat moet echt beter.
En afhankelijk van de uitkomsten van die eigen doorlichting, mm-hmm. wordt ook duidelijk of men gaat aankloppen bij bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. Het Zilveren Kruis is een belangrijke. Maar misschien ook wel weer bij het Rijk. Nou, dat is wel opvallend, want in 2009 heeft Luc Winter van de MC-groep in totaal 18 miljoen euro gekregen als balanssteun om toen de IJsselmeerziekenhuizen van de ondergang te redden. Hij heeft daar toen 12 miljoen van gebruikt. Maar of hij dus opnieuw aanklopt bij het Rijk om de ziekenhuizen in de benen te houden, dat zullen we moeten afwachten. Ja, ik zei dat die ontslagen, wat voor gevolgen heeft het voor personeel? Is daar al iets over te zeggen? Dat was natuurlijk ook mijn vraag. Wat heeft dit voor gevolgen voor het personeel? Nou, dit gaat gevolgen hebben voor personeel, zei de woordvoerder. Dat kan zijn gedwongen ontslagen. Dat is niet uitgesloten, al wordt dat door een andere woordvoerder nu weer wat gedownplayed. Maar het is wel degelijk gezegd, gedwongen ontslagen behoren tot de mogelijkheid. Net zoals mogelijk verlenging van tijdelijke contracten die niet doorgaat. Of mensen die vervroegd uittreden. Dus dat behoort er allemaal bij. Het ziekenhuis zelf wil niet spreken over een reorganisatie. Maar als je de hele boel doorlicht, dan lijkt het daar toch wel verdacht veel op. Ja, hier komt dus binnenkort wat concrete nieuws uit, denk ik. Waarschijnlijk september, oktober. Dankjewel, Richard Schuurman. Oostelijk Flevoland krijgt er 70 hectare nieuwe natuur bij, waar recreanten lekker kunnen fietsen en de boeren een extra zakcentje kunnen verdienen. Dit plan heet Oostkant Dronten en het begint steeds meer vorm te krijgen. Het gebied langs het Drontermeer en het Veluwemeer is mooi en groen, maar er is veel meer uit te halen, zeggen de provincie Flevoland en de gemeente Dronten. En daarom gaat de oostkant van Dronten de komende tijd op de schop. Er worden meer waterpartijen aangelegd, er worden meer fietspaden aangelegd. Er komt ook een mooie verbinding met wat nattere gedeelten daarin. En natte gedeelten worden verder gecreëerd door inderdaad het een en ander uit te graven. Kortom, we willen eigenlijk de recreanten ook meenemen het bos in, om ook te laten genieten eigenlijk van de mooie rand van de polder die we eigenlijk hebben. En met die rand bedoelt Oosterveld een brede strook rond de Stobbeweg en de Spijkweg. De provincie Flevoland trekt 6,5 miljoen uit om de aard van dit gebied te veranderen. Maar het gaat niet alleen om recreatie en natuur. Het project biedt ook kansen aan de agrarische sector. Dat betekent ook eigenlijk dat een aantal gronden aangekocht kunnen worden door de mensen die daar nu zitten in dat gebied. Als boer? Als boer. Maar als boer die dan ook als het ware minder kwetsbaar proberen te zijn door daar allerlei neventakken in te krijgen. Een boer kan bijvoorbeeld historische landbouwgewassen gaan verbouwen, aan scholing gaan doen of de nieuwe natuur gaan beheren. Dat betekent dus eigenlijk dat deze agrariërs dan de mogelijkheden hebben om naast de verdienmogelijkheden die ze al hadden, dit uit te breiden, zodat je op die manier ook een gezonde bedrijfsvoering kunt creëren. De wethouder is enthousiast, maar hij moet samen met de provincie ook nog behoorlijk aan de bak. Want er bestaan nog veel onzekerheden over de financiën, de grondtransacties en bestemmingsplannen rond dit project. Na de zomer wordt daaraan verder gewerkt. Een heel bijzonder optreden van het Urker Mannenkoor Halleluja gisteravond tijdens het evenement Zingen in de Zomer op Urk. Het koor ging uit de kleren. Nou ja, uit de klederdracht. Zo ging het er een paar weken geleden aan toe in de Bethelkerk. De leden van het Urker Mannenkoor volledig in traditionele klederdracht. Gisteravond zag het er zo uit. Voor het eerst in jaren geen klederdracht. Vanwege de warmte. En dat was even wennen. Ik ben 35 jaar lid van koor, maar dit is de tweede keer dat ik dit meemaak. En dat is echt vanwege de extreme weersomstandigheden. Nou, ik zit toch liever in het Urkenpak. Ja, het is toch ook een beetje naar buiten toe. Dus het zingen, het evangelie, zingend verkondigen. Maar ook een beetje de traditie van Urk en de klederdracht naar buiten toe brengen. Je moet je bedenken dat als je klederdracht aan hebt, dan heb je 3 lagen kleren aan. En daar zijn authentieke stoffen bij, wol. Dikke katoen, dubbel genaaid. En dan 2 broeken aan. En wollen kousen. Nou ja, dat is behoorlijk warm. En zeker met, zoals hier, het was vandaag boven de 30 graden. Is er 1000 man in die kerk. Ja, dan gaat het hier richting de 35 en benauwd. Nou ja, dat is eigenlijk onverantwoord. Nou, een beetje vreemd. We kwamen op en dan sta je daar en ik kijk dan om me heen en dan zie ik de koorleden en denk ik, is dit het Urker Mannenkoor? En ik kan me voorstellen dat het publiek dat misschien ook denkt. Maar dat blijkt reuze mee te vallen. Bij de bezoekers geen klagende reacties. De mannen van het koor hadden hun kostuum niet aan, die waren mooi in het wit. Maar dat was ook mooi hoor. Miste u het ook dat ze het niet aan hadden? Nee, echt niet.
Nee. Toch was er een uitzondering. Eén koorlid was in tegenstelling tot de rest wel in klederdracht komen opdagen. Ja, ik denk wel te weten hoe dat gekomen is. Want gisteravond hebben wij op het laatste moment nog een mail gehad van de secretaris. Dat er dus vanwege de warmte burgerkleding werd. En die meneer heeft denk ik geen e-mail. Dus die heeft geen getikte brief gehad. En die is dus aankomen lopen in zijn Urkenpak. Deze week hebben we het over de toekomst van de jachthaven in onze provincie. Want veel havens hebben het moeilijk. De havens vergrijzen namelijk. En de plekken die wegvallen worden niet meer ingevuld door de jeugd. Zoals in Marknesse. In de jachthaven van Marknesse is het soms rustig. Te rustig eigenlijk. Extra geld wordt verdiend met onder andere het onderhoud van boten. Wat zou er dan voor jullie moeten veranderen om makkelijk rond te kunnen komen hier? Ja, dat kan ik zo eigenlijk niet zo zeggen. Dat is heel moeilijk, want dan moet je misschien een ander soort jachthaven gaan worden. Met grotere plastic boten, een beetje Loosdrecht-achtig, Saint-Tropez-achtig. Maar dat zijn wij niet. Dus ja, nee, ja. Dat is wat de toekomst je gaat brengen, denk ik. Wij dachten zelf een beetje met de camperplaatsen wat meer geld binnen te halen. Zodat je wat gasten, andere gasten, ander publiek. Wij zitten zelf in Marknesse. En er is niemand die op Marknesse gaat koekelen voor een camperplaats. Dus zo krijgen we niet echt heel veel campergasten binnen. Dus ja, ik denk dat het als de handel een beetje aan zou gaan trekken, dat je een beetje snelheid in de verkoop gaat krijgen, dat het leven financieel dan wat makkelijker gaat worden. Het adviesbureau Waterrecreatieadvies heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van waterrecreatie. En dus ook naar de toekomst van jachthavens. We hebben daar 2 jaar geleden een verhaal over geschreven, over de watersport in 2030, 2040 en 2050. In opdracht van een Rijkswaterstaat, dus eigenlijk wel grappig. Dus wat is er aan de hand met de verschuiving, met de vergrijzing? En vergrijzing speelt in de watersport, maar het speelt ook bij de voetbalclub en bij de golfclub en bij alle verenigingen belast van vergrijzing. Vrijwilligers die zeggen van ja, moet ik dat ook nog doen? Ik heb eigenlijk geen tijd meer, want ik doe dat en dat en dat al. Waar komt dat van? Dat is de naoorlogse generatie, de babyboom generatie. Dat was een prop in de geboortegolf. Daarna is de pil uitgevonden, even zwart-wit geredeneerd, en daalt het aantal kinderen sterk. Die prop van na de oorlog, die komt nu door. Dus dat zijn de mensen die hier liggen en die 2, 3, 65 zijn, 70 zijn, die in een haven liggen en die houden er een keer mee op. En als je dat in tijd uitzet naar de komende 20, 30 jaar, dan zie je dat die mensen die stoppen een keer met varen, hoe je het went of keert. Ja, dus hoe lang kunnen ze het volhouden? Nou, dat heet, wat kan ik met die sector nog aan, met die groep aan? Want dat zijn wel de mensen, dat is dan ook alweer prettig, zijn wel de mensen met al het geld. Die hebben een hele hoop geld en dat geven ze uit. Maar goed, deze generatie, die heeft het er nog voor over om te investeren in zijn boot. Of ze hem kunnen verkopen, sommigen hebben hem te koop, dat gebeurt. Maar ze investeren ook in de kwaliteit en in voorzieningen in hun boot. Hè. Rolfokken, een hydraulisch of een elektrische lier. Allemaal dingetjes om nog te kunnen blijven varen. Boegschroef, om met een motorboot langer te kunnen blijven varen. Vroeger hield je met je 65, was je een oude man. Ik heb net de Elfstedentocht gefietst, ook 65. Dus dat je probeert het langer vol te houden en meer te doen. Dus met deze huidige generatie is dat ook zo. Deze babyboom club. Investeren in faciliteiten. Havens moeten daarop inspelen. Hè. Een wiebelend zijstijgertje is ook niet lekker om af te stappen. Hè. Hoe kom ik fatsoenlijk op de stijger? Hè. Een beetje meer draairuimte in je box. Dus het zijn allemaal voorzieningen waarvan je zegt van daar kan je als haven iets mee. Daar moet je als haven iets mee. Watersportverbond heeft een grijze wimpel. Krijgen we volgende week een verhaal over wat is dat nou? Wat kunnen wij als havens doen voor die vergrijzde sector om ze te ontzorgen? Ontzorgen is een ding. Dus je ziet dat bij verenigingen ook die oudere mensen. Die zeggen, oh ja, moet ik datzelfde stijgertje nog schrobben en al het onderhouden? Weet je wat? Ik ga naar een commercieel bedrijf en zoek het allemaal maar uit.
En wil je het verhaal van deze jachthaven nog eens terugzien? Ga dan eens naar de app in plaats van onze website. Daar vind je namelijk alles terug. Ook deze uitzending staat er zometeen op. En morgen is er een nieuwe, gewoon weer op televisie om 5 uur. Ik wens je een mooie avond. Probeer een beetje te slapen, want morgen wordt het natuurlijk nog warmer. Een uitputtende dag gaat het denk ik worden. Fijne avond, tot morgen. Dag.